soort adventure trips voordat het woord uitgevonden was. En ik was officieel expedition leader, maar in de praktijk was ik buschauffeur. En ik neem jullie mee in Brazilië van Rio richting Belém. Belém, de Amazone op, Santa Rem. En nu neem ik jullie mee, ondanks de koude, naar de hitte van Manaus. Manaus is een fantastische plek. Er is ooit een gek geweest die daar een opera heeft gebouwd in het midden van de jungle. Er is een prachtige film over gemaakt, São Geraldo. De opera staat er nog steeds, maar ik was die dagen niet geïnteresseerd in opera. Ik wou een nieuw hemd. Want door het lange reizen was mijn Marcelleken zo langs de linkeronderkant en langs de rechteronderkant met van die vaalgrijze, lichtbruine plekken van het zweet. En er liepen zoveel mooie vrouwen, lieve mannen hier aanwezig, ook lieve vrouwen hier aanwezig. Wilt je de schoonheid ten top zien, ga naar Manaus. Het zijn de Morenas, Morena Tropicana, een mengvorm tussen Afrikaans bloed en Indiaans bloed. De ultieme reden om de Philippe de Winters van deze wereld nooit te geloven. Laat deze rassen zich met elkaar vermengen en ze liepen daar rond, Morena Tropicana, de Tierra de Sabor. Wow, Morena Tropicana, de Tierra de Sabor. Wow. Maar ik dacht met zo'n Marcelleke ga ik er nog niet. Dus ik dacht van, ik koop mijn hemd. Maar zo'n hemd, je hebt hemden en je hebt hemden. Maar ik dacht zo'n hemd, als dan zo'n morena mij ziet in dat hemd, dat ze maar één verlangen heeft, zo van, alle knopjes eraf en wauw. En ik liep door de stad Manaus en de cruzeros rinkelden in mijn zak. En ik wandel door een klein straatje en ik zie een winkel, een uitstalraam en daar, dames en heren, je hebt hemden en je hebt hemden. Maar zo echt een hemd waarvan dat je zegt, dat is het. Ik stap binnen en een bloedschone meid zegt, wat wil je van zij al? Wat ga je doen? Ja, hemd kopen. Wat kost dat? Ja, met een goede nappel. Zo omgekeerd in onze munt, tussen de 10.500 en de 3.000 frank. Allee, het was nog in de tijd van de frank. Ze rijdt een strang met een hemd. Hoe zeker, dan kan ik 20 Marcelletjes verkopen. Ik zeg, obrigado. Nou, ik ga weer naar buiten en ik ben nog maar pas op de stoep. En ze loopt achter mij en zegt, hey gringo. Venga. Ik zeg, yes. Ik vind het wel ons westerse talent tot negociëren, tot zaken doen. Ik krijg dat hemd waarschijnlijk aan de helft van de prijs. Maar zij sprak niet over hem. Ze vroeg mij, ik wil je fazer is er nooit. Gooi van over toe. Balaar, Pedea, Cachaça, Caipirinha. Kom hier. Vaya comiga. Ga mee met mij. Het was geen uitnodiging, het was een bevel. Ik ben naar mijn hotelkamer gelopen, ik heb mijn Marcelletje genomen, ik heb mijn Marseille zeep genomen, ik heb die verlangde, ik heb dat proberen te zwieren en te zwaaien om dat droog te krijgen. En stipt op het juiste moment stond ik daar voor mijn Morena Tropicana. En we hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben wat gegeten, we hebben wat gedronken, peperin, cachaça. En we zijn gaan dansen in de pagodjes, de tempels. Van de salsa, de samba, de rumba, weet ik veel wat. En toen, rond 3 uur 's nachts, vroeg ze mij opnieuw. Je voy a fazer, gringo. Wat ga je doen? I go to my hotel. You can come with me. I have air conditioning. Maar ze zei, nou, nu als een Hollandse dame nou zegt, dan heb je nog kans. Maar als er een Braziliaanse zegt, nou, dan is het nee. Ja, maar nog nooit had niemand zo mooi gezien. Nou, zei ze, vaya comiga, ga mee met mij. En ze nodigde mij uit om in te stappen op een boot op de Amazone. En we voeren stroomopwaarts.
En na een tijd moesten we overstappen op een boot die niet met een motor werd aangedreven, maar door twee stoere Brasileiros met roeispanen. Jeps, jeps, zij die vier, donkerder en donkerder. En ik zeg hoe mijn Morena Tropicana af en toe van die schalkse blikken wierp naar die twee stoere Brasileiros. Dat wist die godsnaam mogelijk om zo'n fluit achterna te lopen. Straks nemen ze gewoon een van die roeispanen, kurken ruwslagen, ze pakken hun portefeuille, ze gooien nu overboord. Beroemde verhalen vertellen, heb ik weer voor het Vlaanderen nooit meer iets gehoord. Maar, we voeren verder en we kwamen aan bij haar dorp, een dorp op palen. De eerste keer dat ik een dorp zag op palen. En langs een labyrinth van bruggetjes en houten plankjes kwamen we aan bij het haar hut. In de verte huilde een hond. En in het halfduister merkte ik meteen dat er in die hut geen enkel meubel stond. Geen tafel, geen stoelen, maar vooral het meubel dat mij het meest interesseerde, een bed. Ja, ik denk ook een mooie fazer. En zij ontrolde een rijtje. Prachtig woord, altijd klaar. Hè? Een hamokka, een hangmat. En spande die diagonaal in haar kamer. En nodigde mij uit om te gaan liggen. En daar lag ik dan. Zij onder mij, ik boven haar. En ik weet niet of er mensen zijn hier aanwezig die al ooit geprobeerd hebben om de liefde te bedrijven in een hangmat. Wel, dames en heren, het heeft te maken met evenwicht en zwaartekracht. Ik kan u verzekeren, ik was meer bezig om niet overboord te kippen, dan wel mijn instrumentarium te krijgen daar waar ik het hebben wou. Ze lachte, ah gringo, mooi van zij. En ze draaide de rol om. Uiteindelijk was ze een Amazone. Zij zat boven mij. Morena Tropicana, de Guerre de Sabor. Oh, 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 oh. Morena Tropicana, de Guerre de Sabor. Oh. Hey, gringo, que voy a fazer? En ze sprong uit de hangmat en ze duwde ze. En elke keer proefde ik een andere smaak. Oh, Sabor, 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 van boven, van onder, van hier, van daar. En toen viel ik in slaap. En zondagmorgens werd ik wakker. Verschrikkelijke kopijn. Too much cachaça, too much caipirinha. En kleine kinderen kwamen over de rang van de hangmat kijken naar de bleke gringo daar in zijn blootje in die hangmat. En van mijn Morena Tropicana geen spoor. Ik vond mijn broek niet, ik vond mijn portefeuille niet, ik vond mijn sleutels niet, ik vond niets niet. Maar ik werd na zo'n nacht. Zo wat. Mag nu ter plekke sterven. Toch zo'n klein beetje praktisch verstand in het hoofd van de mens. Ik heb de hangmat losgemaakt tussen de porticoer en de Côté Jardin. Ik heb ze rond mijn schamele delen geslagen en ben naar buiten gegaan. Een fel zonlicht scheen me in de ogen en daar zag ik haar staan, in tegenlicht. Een schone vrouw in tegenlicht. En compte toujours, zegt ze in het Frans. Mijn Morena Tropicana. En opnieuw vroeg ze mij. I have to go back to my bus. The tourists are waiting. I need my keys, I need my wallet, I need everything. Oké. Ze ging in een andere hut binnen. Hij kwam buiten met het hemd. Dat ik mij de dag voordien niet kon permitteren. En ze gooide het naar mij. Der hemden. De vrouw der vrouwen. De omstandigheden die iedere man droomt. En toch, ik heb mijn jeans aangetrokken, ik heb mijn portefeuille genomen, ik heb mijn sleutels genomen. Ik ben over de weerbaar van bruggetjes en plankjes naar de eerste beste boot gesprongen en teruggevaren, terug naar de stad Manaus. En dan dacht ik, hoe kan je nu zo dom zijn? Waarom kan je zo uit het paradijs vluchten? Wel, lieve vrienden, dames en heren, al was het maar om op een avond als deze u het verhaal te vertellen bovenop de grot van mijn Morena. Ja.
Voor het volgende verhaal.